Joe Miss. Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Minecraft aflevering hier samen met Chromotech. Hi, goedemorgen. Wat Chromo net in die intro aan het doen was, is me napraten met zijn mond. Hoe weet jij dat? Ik heb je door, jongen. Ik heb je door. Je zit een beetje mijn video's af te kijken, hè? Nee. Heb je gekeken hoe mijn huis was in die aflevering natuurlijk ook? Ja, ik heb ook naar mijn eigen huis gekeken. Ik heb naar iedereen zijn huis gekeken, al staan er maar twee. Weet je wat iemand tegen mij zei, by the way? Nou? Zij zei, je moet die tafel moet je veranderen in slabs. Ja. Alleen, hoe maak je slabs? Dat zijn slabs. Of pressure plates. Twee houtjes naast elkaar. Oké, dan ga ik dat even uittesten. Dat zou wel iets beter wezen, ja. Maar ja, want dit is fucking lelijk. Ja, nou ja. Ja, sorry. Oh kut, ik heb geen hout meer. Nou, dan gaan we houthakker Jan weer aan het werk. Ach, houthakker Jan. We hebben even geslapen, dus zijn lekker voor boompjes gegroeid. Dat is wel mooi. Oh ja? Bijna allemaal hier. Oh ja, nou, ik heb wel heerlijk geslapen. Jij ook? Ja, ik heb... Dan moet ik even denken. Ik heb scheid geslapen, weet je waarom? Nou? Ik was lekker aan het slapen. Ja. En toen ging mijn wekker. Ik dacht van, ik heb geen zin om op te staan. Ja. Toen bleef ik doorslapen. Ja. En toen opeens hoor ik mijn honden blaffen. 3 in totaal. 3 honden heb jij? Ja, ik heb er 1. Mijn moeder heeft er 1 en mijn zus heeft er 1. En toen stond er zo'n UPS-mannetje voor de deur. Een UPS-mannetje? Dus ik ging, ja, om een pakketje op te halen. En wat zei die? Dus ik zei zo, sorry man, ik werd net wakker, want hij had het briefje gemaakt en alles. Hij wilde net wegrijden. Ja. Dus toen liep ik daar in mijn onderbroek, heb ik een pakketje afgegeven. Toen was ik al meteen wakker. Maar ja, dat wilde ik helemaal niet, want ik wilde uitslapen. Oh, en nu? Ben je niet uitgeslapen? Nee. Nou ja, ik ben wel uitgeslapen, het was al 10 uur of zo, maar... Oké. Ja, ik heb vandaag ook proberen even uit te slapen, want ik was op een of andere manier nog moe. Altijd na het weekend, dan word je moe, hè. Hoe zou dat nou komen? Gewoon door het weekend. Ah. En door die films altijd, die films die we volgen, de Nacro's, zo. Ja, wij, ik en Chrome kijken nu een leuke serie, man. Ja, de Nacro's. Moet je ook kijken, ja. Man, jullie. Dat is echt vet. De zombies gaan weer dood, ik hoor het. Oh, nice, kunnen we even... Wat, kunnen we even? Hun spullen pakken. Viel je bijna of zo? Ja, ik ging even. Ik dacht dat je stond opeens met praten, man, what the fuck. Oh, nee, dit is niet zo slim. Niet vallen, hoor. Nee, niks aan de hand. Volgens mij zijn ze allemaal dood. Ja, chill. Hallo, geen boomer, nop. Dankjewel. Oké, nice. Wat we moeten doen, denk ik, hè? Kunnen wij op een of andere... Wat het kut is, als de zon opkomt, dan zit er hier schaduw. Waar zit schaduw? Ja, kijk. Er zit hier allemaal schaduw, dan verbranden ze dus niet. Dit gedeelte, omdat dat door die muren, die bomen die hebben... Nee, dat maakt niks uit. Ze gaan niet alleen onder de deur staan. Dus wat we kunnen doen is heel simpel. We draaien de deur om. Ja, goeie. Goeie, en dan jongen. Zijn goed we klaar. Nagedacht. Ja. Ja? Hier, let op. Pada. Hoppa, klaar. En nu, nu gaan ze altijd dood. We moeten even... en we moeten eigenlijk een route maken waar wij naartoe kunnen, maar zij niet. Maar dat zal ik zo meteen even... Kijk, dat we er overheen moeten springen of zo, weet je wel? Ja, dat kan. Dat wij er overheen kunnen springen, als zij een, proberen, dan vallen ze erin. Ik weet hoe dat moet. Een hekje met vloerbedekking erop. Een hekje met vloerbedekking? Ja, het klinkt heel modern en zo. Hoe maak je vloerbedekking dan? Met wol. Ja, en hoe krijgen we wol? Een schaap. En hoe krijgen we schaap? Niet. Dankjewel. Maar Jan? Ja? Je kunt spinnen vermoorden en die geven een draadje en daarmee kun je wol maken. Ja, maar dan moeten we in de nacht gewoon even elke spin die we zien, moeten we dan gaan vermoorden. Ja. Maar dat doen we dus, ook. Ik heb er al 5. Oké. Dus dat gaat hartstikke goed komen. Maar ik zat meer te denken vandaag dat we even een plekje moeten gaan creëren. Ja. Voor onze nieuwe steenmine, want ja, die hebben we hier zo nu staan. Ik heb hem al weggehaald. Dit is ons beginplekje, man. Ja. Dit is onze heilige steen gewoon. Ja, vind je hem mooi? Ik vind het perfect. Oké, nou, dan vind jij het perfect, dat vind ik mooi. Want dan hebben we ook iets mooier in ons huisuitzicht, weet je wel. Anders hebben ze een stom ding ervoor staan. Ja. Maar we hebben nog niet echt heel veel ruimte om zo'n ding te maken, maar we kunnen hem hier wel of zo even maken. Hier, man, nu heb ik een mooiere tafel. Fuck yes. Dank jullie wel, jongens. Ga jij hem daar maken? Ja, dat lukt wel. Okay, als je het verkeerd doet, is ons water weg, hè? Dus... Ja, nee, let op. Oké. We gaan het als volgt doen. Watch and learn. We hebben hier zo het water, die gaat zo stromen. Pof. Oh, ik snap al wat je bedoelt. Ja, ik snap het al. En dan split je hem in tweeën, zeg maar. Ja, en dan split ik ze allebei in tweeën. En dan hoop ik dat we er 2 uit kunnen halen. Ik weet het nog niet zeker. Ja, maar dan moet je even kijken tot waar het water gaat stromen. Dat ga ik nu doen.
Kijk, dan zie je tot waar het stroomt nou. Tot hier. Daar. Dus dan moet hier de lava komen. Dus hier moet niks. Want ik zal hier even... hier en hier moet niks. Nee, oké. Okay. Daar moet de lava tegenaan stromen. Ja. Dus dat wordt eigenlijk een eitje, zou je zeggen. Ja, dat zouden we zeggen, ja. Hé, hey, pompoen. Of meloen, of iets eetbaars. Eetbaars? Oh, kut. Ik heb je ding kapot gemaakt. Ik ben er overheen gelopen. Heb jij nog één steen? Nee. Misschien in de box. Heb jij nog een ho? Ja, ik heb hier nog een steen. Ik heb nog een ho. Dan moet je, want ik heb je zaad per ongeluk alsjeblieft kapot gemaakt. Ja, bedankt man, dat je mijn zaad even kapot sorry maakt. Man. Maar ik had al een nieuw zaad maken. Jan? Ja? Het moment van de waarheid. Nu al, wacht. Laat me even mijn pressure plate weghalen. Ja, die moet even weg. Anders verbranden ze. Denk je dat dit... Zit het niet dicht bij het hekje? Nee. Nou, maakt niet uit. Al zou dat wegbranden, hebben we er geen last van. Ah, maakt niet uit, joh. Dat is maar fucking veel hout, maar oké. Okay. Ah, nee, dat zijn een paar stickies. Ja, nee, ga maar, joh. Ga maar. Oké, daar gaan we. Niet verkeerd doen, hè? Nee. Ik heb talent voor dit soort dingen. Oké. Okay. Dit is ons eigen ontwerp. Ik heb deze nog nooit gezien. Maar het water is bevroren. Oh fuck, wacht even dan. Dan moeten we een blok boven zetten. Ja, maar ik heb direct geen blokjes meer. Ik ja, wel. Jij hebt nog hout. Oh, ja, goed zo. Ik denk dat je hier één blokje weg moet halen. Dat je het één dichterbij zet. Ja, ik denk het wel, ja. Wacht, laat me dan even wachten. Waar? Oh. Waar we die blokjes worden hier... Auw! Pas op, hè, voor het lava. Die blokjes worden hier gevormd. Dus zal ik deze anders weghakken? Wat? Oh, ja, nou, dat moet je wel uitkijken nu dat je er niet in valt. Dat is het enige. Oké, nou, ik plaats deze hier. Oké. Daar gaan we. Of nee, nu werkt het niet. Want nu stroomt lava recht naar beneden. Of niet? Oh, ja! Nu kunnen we beide hout of steen gaan hakken. Hero, we zijn echt slimme gasten, hè? Ja, jongen. Of doe hem hier ook op. Doe er hier ook nog een. Hier. Waar? We kunnen elkaar niet zien. In het midden. Ik wil je wel zien, juist. Oh. Ja, ik dacht, jij wil me nooit zien. Dat is toch leuk als we elkaar zien? Okay, dan moeten we even kun jij even dit hek hier weghakken? Ja. Dan zorg ik even dat we iets veiliger kunnen staan daar. Ja, dat wou ik al doen, ja. Heb jij nog slaps? Ja, ik heb nog een paar slappies. Oké, dan moet je even een ingang maken. Ik doe het even zo. Meer slaps. Meer slaps heb ik niet, maar... Dan zal ik hier weer een hekje voor je zetten, zo. Kijk. Ja, als dat niet verbrand wordt lava, zou dat mooi wezen. Nee? En anders als gaan slapen... Oké, we gaan nu kijken of het werkt. Het werkt, hé, en het lekt niet meer. Jawel. Echt? Oké, wacht. Werkt het ook bij mij? Ah, wel. Oké, hakken dan. Hakken. Wacht, we gaan even kijken of het werkt. Kom op, Chromo. Ja, ik ben aan het hakken. Ik ben aan het hakken. Ja, het lekt wel. Maar ja, als we het met z'n tweeën tegelijk doen, dan boeit het lekker niet zo. Hier verdienen we lekker veel steen mee, man. Kijk, we zijn genies, Jan. Had ze. Ja! Haha. Zo doen wij dat. Hero, stone for days. En dan zit iedereen dat wij slechte machines bouwen. Nu krijgen we wel echt freaking veel steen, ja. Ja, ik hoop het wel. Ah, jawel. Denk je van wel? Ja, ik denk het ja, wel. Ja, joh. Ik kijk even op E. Ik heb er al 17, jij? Ik heb er 11. Maar bij mij vallen ze jouw kant op. Echt? Ja, ze schieten steeds op dat randje. Dus ze liggen misschien op het randje of jij hebt. Oh, wacht hier. Dan kunnen we nog dichtbouwen. Ja, je wou me toch zien? Je wou me toch zien? Nou, laat maar. Tot nader inzien. Nu heb ik er 31 opeens. What the fuck? Ja, daarom zeg ik. Omdat ze bij jou tegen het randje aan klappen. Oh. En nu vang je ze weer gewoon op. Ja. Dus dit is... Nu zie ik je niet meer. Nou, we kijken toch naar beneden. Ja, dat is waar. Dus ja, we hebben er ook niet echt heel veel aan. Oké, wacht. Dan ga ik hem wel even mooi maken, als je niet erg vindt. Wat? Wat ga je mooi maken? We moeten er gewoon een keer een huisje omheen bouwen. Met stone bricks of zo. Dat we gewoon wat moois zullen maken. Nu heb jij een mooie ingang daar, om er naartoe te lopen. Ja. Maar ik er niet. Waarom niet? Ja, maar wij zetten een plant in de weg. Kijk maar. Ah, maar die plant heb je er last van. Nee, we kunnen hier zo. Ah, maar dat komt helemaal goed. We kunnen hem altijd nog een keer verplaatsen als we weer meer ruimte hebben. Ja, dat is waar. Er ligt hier sneeuw, hè? Kunnen dan die meloenen wel groeien of die dingen? Weet ik niet. Ik zal het even weghalen. Misschien moeten we een keer even een overkapping eroverheen maken. Ja, dat is wel, een mooie, ja. Ja, dat we ze gewoon binnen zetten. Weet je wat we ook nog een keer moeten doen? Nou? We moeten nog een keer met deze waterstraal moeten we proberen om onder het eiland even wat stenen te plaatsen. Want als we dan deze farm willen verplaatsen naar bijvoorbeeld een mooi gebouw,
Dan kunnen wij gewoon makkelijk die zandstukjes weghakken zonder dat de hele naar beneden flikkert. Dus we moeten aan de onderkant nog een verdieping maken. Ja, dat lijkt mij het handigst, maar dan moeten we met deze waterstraal moeten we naar beneden onder het platform. En terwijl je naar beneden gaat, moet je steen daar neerzetten. Ja, dat lijkt me echt geweldig. Dat gaat wel heel moeilijk worden, maar dat bewaren we nog even. Want dat ga ik nu niet proberen, want dan ben ik allemaal spullen kwijt. En je hebt hier wel lekker een graf van gemaakt, man. Er staat hier een dik kruis op ons ding. Ja, dat is toch mooi. Oh, wie ligt er hieronder dan? Hallo? Meneer Lava. Meneer Lava. Rest in peace. L-E-V-A. Even 1 minuut stilte. Oké. Dat is geen stilte, man. Je mag niet eten onder 1 minuut stilte. Ja, maar ik heb honger. Ja, oké. Ik kan nog even lekker meloen eten. Ja, sorry. Ik heb ook honger, man. Ah, joh. Als je moet eten, en hij leeft nog gewoon, hoor, meneer Lava. Oh, maar waarom ligt hij dan onder de steen? Ja, dat vindt hij lekker. Wij hebben een dekentje en hij heeft een steen. Hé, hey, maar het plan was om wat spinnen te vermoorden, hè? Oh ja, nou, dat kun jij wel even doen dan nu. Oh, moet ik het weer gaan doen? Nou ja. Als het laat ontploffen, dan is jouw schuld. Kunnen we niet tegelijk wachten? Ga jij daar naar boven, ga ik aan de andere kant naar boven. Oh, ik heb vrienden hier, oh. Oh, er zijn helemaal geen spinnen. Nee, maar er zijn wel heel veel andere beesten. Wat me niet echt blij maakt. Nee, niet schieten. Je gaat erin of niet? Nee, tuurlijk niet. Dat durf ik helemaal niet. Zo mans ben ik niet. Als zo'n groot jij bent een coole vent, jij kan dat wel. Jij ik ben echt een mevrouw sneller. In de Minecraft. Ik ben een boomhakker, mevrouw. Ja, vrouwen die zijn geen lumberjackers. Jawel, kijk daar ga ik alweer. Ik ben alweer bezig. Ik krijg net een hakbel in mijn hoofd. Oh, sorry. Nou, ik kan de deur wel voor je open doen. Doe de deur open dan. Wacht. Oh, jij wil dat ik de deur open doe? Doe de deur maar open, man. Kroon, er zit een zombie achter je aan, man. Gaat het zijn huisje in, deze man? Ja, daar hebben we. Je gaat mijn huisje in, wat doe je nou? Ja, ik ga even in jouw huis op een kont staan. Kutlul, nu zit er hier allemaal... Lul! Wat is er? Ah, man. Ja, er lopen allemaal zombies nu door ons dorp. Waar zo dan? Ja. Oh, hier zo, ja. Ik zie ze. Ga daar weg, man. Stommerd. Wat een lul, jongen. Hey, let op, hè. Ik ga ninja doen. Hier, kijk. Oké, ja, ik kijk. Oh, hij is weg. Ah, hij gaat je huis in. Hij probeert je ding in te gaan. Ga uit mijn huis. Hij staat voor je deur. Hij klopt aan. Je moet even open doen, man. Ja, ik kan toch niet open doen voor iedereen hier, hoor. Ah, jawel. Doe open. Er komt er nog een aan. Oh, hij gaat ze nog vermoorden ook. Ja, bij mij staat er een creeper onder me. Die zombies kan ik wel vermoorden, maar... Oh, die creeper, die moet jij mee dealen. Oh, ja, ik hak eerst even mijn boom om, ja? Hak jij maar op je boom om. Ja, doe ik. Hey, ik heb nog een dirt gevonden hier, oh. Oh, chill. Serieus? Ja, nee, dat meen ik niet serieus. Alleen, het is wel zo. Nou, nice toch? Kunnen we daar nou wat gras op laten groeien? Jo. Laten we even wat gras op groeien, jongens. Zet die dan weer een stukje verder. Ik ben deze boom even aan het omhakken helemaal. Ja, la 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 la. Hey, er zijn creepers in ons dorp, hè? Dus kijk uit. Oh, er zat ook zo'n wizard. Wat krijg je van die wizards eigenlijk? Een redstone en zo, dus dat is wel leuk. Kunnen we ooit een keer wat van redstone maken? Maar die wizard komt nu naar jou toe. Ja, ik wens te veel succes op hem. Want ik heb... Als jij die bomen weghakt, dan hebben ze geen onderdak meer. Dan gaan ze nog dood. Ja, dan gaan ze zo meteen alsnog dood. Behalve die creepers. Ik vind het hier niet echt heel... Jij hebt die deur opengezet, lul. Ik vroeg aan jou, zal ik die deur openzetten? Jij zegt, joh. En toen zei ik, ja, ga je gang. Maar ja, je moet niet alles serieus nemen. Ik pluk nog even wat meloenen. Ga je gang. Ik ben nog bezig met mijn boom, man. Help, Jan! Wat? Ze komen eraan. Helemaal niet, ze staan nog steeds onder mij. Nee, niet zo pushy, man. Doe niet pushy als je... Nee. Wat doe niet pushy als je? Als je een pushy hebt. Een pushy hebt? Ja, ik heb een kat. Oh. Dus ik kan best push doen. Ja, dan moet je niet zo kattig doen, man. Kom op. Jij bent altijd heel kattig, Jan. Dat weten we allemaal. Miauw. Hier, daar gaan we al. Oude mouwen. Hallo, meneer de skelet. Hoe is het? Wat is die? Ja, je staat hier zo. Hij kan jou gewoon raken, hè? Dat weet nee, je. Joh. Hier schiet je wel, kijk maar, hij schiet al. Jongen, blijf staan dan. Ja, best. Blijf staan dan. Ja, ik blijf staan. What the fuck? Hij schiet zo lekker voor je. Ja. Hij is schiel, hij schoot zo'n dak over, man. Die was fucking mooi. Hij is schiel. Ja. Hey, schelen!
Hij heeft denk ik mijn bril nodig, man. Ik kan hem wel aan hem geven. Ik heb mijn oude bril nog over. Ik dacht dat je goed geslapen had. Ik heb er ligt een appel onder me. Oh, yo, er staan vet veel mensen weer hier. Nou, dat zijn geen mensen hoor, Jan. Dat zijn monsters. Nou ja, die zombies waren mensen. Ik ga denk ik gewoon naar mee. Die zombies toe daar zo. Oh, laat maar. Ja, het zijn er heel veel, man. Dat ziet er niet echt heel... Als je dood wil, dan mag je er van mij op af, hoor. Geen probleem. Hé, ik zat te denken, zullen we vandaag anders ook gewoon bezig gaan met de netherportal? Oh, dat is wel mooi, ja. Ja, zodra het dag wordt, hè? Zodra het dag wordt. Ja, want ik ga niet uit. Hé, het leuke is dat die spin kan klimmen, dus ik hoop dat hij zo... Want hij kan toch niet de dingen klimmen? Ja, zeker. Nee. Ja. Yep. Nee. Ik gooi wel even het sneeuwbal op hem. Hier. Nee, ja, dan komt hij achter jou en dus doe maar. Oké, nou is goed. We gaan het meemaken. Zo, er liggen vet veel resources onder mij. Oké, ik heb een paar sneeuwballetjes hier ook. Niet op mij gooien, hè? Fuck, die artjes... Zit jij nou op ze te gooien? Ja, ik zit op de artjes. Oh! Hoor. Ik dacht al, huh? Hier, en maar die spin zit naast me. Ja, ik heb hem! Oh! Oh, gaat hij nou achter mij aan? Of... Ah, oh. Ja. Oh, ga naar Chroma toe. Nee, niet naar mij toe. Ja. We kunnen dit uitlaten. Nee. Jij hebt een kogelmaat, dan komt hij aan. Hoppa, Chromo. Klimmen. Ja. Hij kan hier niet komen, want ik heb een dakrand gemaakt. Bij mij wel. Ga even op mijn dak staan dan. Dat kan, ja. Heb ik nog sneeuwballen? Ah, kak, ik heb geen sneeuwballen. Hij is dom. Je moet sneeuwballen hebben, dan komt hij. Oh. Ja, ze gaan op je schieten. Ja. Hey, ga nou niet weer naar boven, man, pussy. Ga nou één keer aan het gevecht aan met ze. Nee, want ik weet hoeveel spullen ik vast heb. Doen we het gelijk. Weet jij hoeveel spullen ik vast heb? Het zijn maar drie en... Weet jij hoeveel spullen ik vast heb? Het zijn maar drie, vier skeletten, een paar spinnen en... Nou, ga maar... Ik viel naar beneden. Als je zo... Oh, er staat hier een creeper! Als er zo weinig zijn, Kromo, waarom ga je dan zelf het gevecht niet aan? Ik ging net naar beneden. Heb je mij weer nodig? Ja, maar je bent het gevecht niet aangegaan. Je bent pussy weggegaan. Ja, ik ben bang. Kan je eigenlijk als die skeletten misschieten die pijlen oppakken? Ja. Maar dat is wel handig. Als je ze dan gewoon laat beschieten, dan kan je al die pijltjes oppakken. Ja, dat is super makkelijk. Ja. Maar haak anders even iets naar beneden, dat je ze even kan slaan. Want skeletons kunnen jou niet zien als je drie blokken hoog zit. Ja, maar dan kan ik ze ook niet raken. Jawel, want je kunt wel drie blokken naar beneden slaan. Oké, wacht dan. Oké, ik ben nu eentje naar beneden. Jongens, I come in peace. Ik weet niet of ze dat verstaan. Maar... Nee, ik denk niet dat ze jou verstaan. Waarom niet? Nou, wie verstaat dat nou? Nee, dat weet ik niet. Oké, ik ben er nog helemaal laag. Oké. Dus kan ik ze nu raken? Oh! Motherfucker! Wat doe je nou? Kromo! Lul! What the fuck, man? Wow! What the heck? Fucking mogol! Waar kom je vandaan nou, hè? Mooi was die, hè? Die was my god, ik... Wat? Oké, die had ik echt niet door, ouwe. Holy shit. Ik dacht, er staat een skeleton naast, want jij hebt ook zo'n wit pakje aan. Oh, jezus, man. Doe dat even niet meer, gewoon. Yeah. Zal ik je huis even kapot maken? Nee, moet je niet doen, man. Nee, nou dan. Dat is zonde. Oké. Is het... Oh, het wordt er weer licht. Yes. Oh, we hebben weer geluk. Hey Jan. Hey Akromo, waar kom je nou vandaan? Ja, van je boven. Hebt zeker hier, heb je hier iets gemaakt? Nee. Hey? Klim je hier naar boven gewoon? Nee. Waar kom je nou vandaan? Doe je de superjump, let op. Hoppa! Waar ben je? Ik spring er gewoon op. Waar ben je? Alleen professional Minecraft. Op je balkon! Waar ben je? Op je balkon! Oh. Spring maar. Je bakt er weer niks van hier, let op. Oh, jij gaat via de hekjes. Ja, wat de hek? Ik zit te kijken. Kijk. Oh, je bent via hier gegaan. Ik heb het al door. Ja, hè, tuurlijk heb je dat door. Ik dacht al, via waar kom je nou? Want ik dacht, ik ben dan over de grond gegaan, maar... Hé, hey, ik ben wel slim, maar niet gek. Ja, dat zie ik. Oh. Ga nou niet onder me weg hakken. Jawel, joh. Oh! 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 Oh!
Oh, wat doe je nou weer een olifant na of zo, man? Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? De hele grond naar de kloten. Oh nee, hè? Heb je het weer voor elkaar gebracht? Hé, nee, hou je mond, dit was jouw schuld. Dit was mijn schuld dat jij naar beneden viel. Kut, nu is ons dirt ook weg. Echt? Zijn we dirt kwijt? Ja. Oh. Laat niet mijn huis opploffen! Weg! Hou je mond, hier, ik fix deze shit. Dat was met geluk, dit. Nee. Ja, jawel. Ik heb skills, man. Nee, dat heb ik. Maar anyway, nu zijn we volgens mij weer dirt kwijt. Mooi, man. Goed bezig ben je altijd. Ik heb één blokje dirt even kunnen oppakken. Nou, dat was de enige dirt die we... Nee. Nog één, toch? Oh. We zijn er 1, 2, 3 kwijt. En ik heb er nog één, dus we zijn er 2 kwijt. Waarom doe je dat nou weer? Nee, hou je mond. Dit is... Jij gooit me uit die fucking boom. Nee, die boom die rotte weg. Ja, zou ik ook zeggen. Daarom zat je het weg te hakken. Oh, er zit een hobbel in de weg. Nou, toen was het op. Nou, dan was het dan. Mooi. Het gaat goed zo met onze world. Ja. Poep. Dit mag jij opvullen, hoor. Ah, dan mag ik opvullen. Ja. Ik zal even kijken. Ik heb nog een steen, dus kom goed. Goed zo. Hier zo. Oh, we zijn ook wat fakkels kwijt. Ah ja, maar dat hebben we zo weer gemaakt. Dat is geen probleem. Waarom leggen we hier niet meer hout aan? Dat we hier gewoon een houten platform van maken. Hoezo? Dat vind ik wel mooi. Wacht. Ik ga het even mooi maken, laat me. Hier meer hout nog? Meer hout? Nee. Minder hout bedoel je? Steen? Ja, hier minder, maar wacht. Ja, daar steen, ja. Nou, dan komt Jan met zijn recht toe recht aan shit. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Oh, kak. 1, 2, 3, 4. Tada, dan kunnen we zo recht naar ons huis. Ja? Ja, dan hebben we een houten ingang naar ons huis. Oh ja, jij hebt hout. Ben je nou al mijn slabs aan het weggooien hier? Ja. Wow, die straal van water gaat vet ver naar beneden, man. Ja, tuurlijk. Kijk maar, je kan hem nu we zien. We kunnen best een keer, zullen we een keer proberen in te gaan? Ja, maar dan leest het ons wel weer een dead op. Nee. Als het verkeerd gaat. Ik overleef dit, let op. Ik ben pro waterglider. Oh, ga je het nu al doen? Ja, hier, let op. Wacht. Ik ga het bekijken vanaf dit gat, ja? Ik heb even... Okay. Kun je even dit weghakken, dit water? En daarna Ja. Wacht even, dit is niet slim. Ik kan het toch ook gewoon hier weghakken? Als ik het hier weghak, is het toch ook al... Dan gaat het toch ook naar beneden? Oh ja, dat hier. Is ook goed, ja. Oké, ga je gang, wacht. Ik ga het bekijken vanaf hier, wacht. Misschien, als ik een paar steen meeneem, kan ik alvast beginnen met de ondergrond. Ja, neem wat steen mee. Ik neem even... Er gaan nu 2... Maar nee, ik heb nog een beter idee, want... Zo'n 1 waterstraal, dat is helemaal niet dik. Dus je kan beter 4 blokjes ongeveer naast elkaar. Nee, dat maakt niet uit. Hij pakt er gewoon 1. Ja, maar dan moet je wel in die ene blijven zitten. Daar hè? Blijf ik in zitten. Jan? Nee, zeker. Je kan nog wat meer blokjes weghakken. Ik ben als een astronaut, Jan. Oh! Oh my god. Oh my god, Chromo. Hoe zwem ik hoog? Ja, spatie ingedrukt daar. Oh, ja. Dat gaat heel langzaam. Oké, dit gaat goed hoor. Niks aan de hand. Ben je eronder aan het bouwen? Ja, nou ja. Oh, ik zie je. Oh. Kijk uit, je bent er bijna uit. Oh. Ja, dat moet. Ik moet die rand hier pakken. Ja, maar je moet er niet uit. Je zit er echt net naast, gek. Als je valt, moet je wel weer proberen in te gaan. Ah! Oh my god. Chromo, kom op. Je kan het. Gaat ie goed? Ja, het gaat super. Ben je al gevallen of niet? Oh, nice! Ja! Hij staat erop! Ja, nice! Hey. Lekker, Chromo! Hey. Woo! Jan! Dan kunnen we onze farm gaan verplaatsen naar een mooi huisje, man. Kun je hier al naar boven? Kun je hier even een gat maken? Wacht. Dan maak je hier een trap naar boven even. Oké, wacht. Nee, wacht. Je moet hier de trap proberen te maken. Wacht, hier. Zie je dit blokje? Oh, hier. Kijk, zie je? Ja. Maak even iets groter. Oké, wacht. Ik maak een gat van 3x2. Niet weghakken alsjeblieft, want dan plaats je mij op. Ja, la. Kunnen we niet gewoon een verticale trap neergooien? Of is dit mooier? Een platformpje eromheen. Hey, ik heb je een applaus gegeven, man. Dit is nice. Goed gewoon. Ja, dat ging allemaal net goed. Ja, maar het is goed hoeft niet gaan, zo breed. Jawel. Laat gewoon, dan is dit onze trap. Ja, als je hier naar beneden pleur.
Oh ja, wacht, dan moeten er hier kunnen beter wachten. De trap andersom maken trouwens. Ja, je kan beter... Nee, doe dat niet zo moeilijk. We kunnen toch beter een verticale trap maken? Een ladder? Gewoon zo recht omhoog. Ja, gewoon een ladder, ja. Waarom doen we dat? Oh. Dat was waar maken we dan zo'n gigantisch gat in de grond? Ja, hé, ik dacht dat jij dat wilde. Ik denk, maak een mooie trap naar beneden gewoon. Hé joh, we kunnen, ook gewoon, we kunnen het later nog wel mooi maken, maar nu is het even praktisch. Ja. Ik zal even kijken of ik nog wat trappetjes heb. We gaan trappetjes maken aan het lava, dat lijkt me verstandig. Ja, daar heb je gelijk in. Maar wie weet verbrandt het niet. Ik heb nog één trappetje staan, ik kan het even uittesten. Nou, dat zal wel goed komen. Ik denk dat dat niet zo brandt. Het zit toch aan de andere kant, joh. Ja. Maar ik heb er maar één, dus... Oh, dat is top. Want ik maak wel even... Ik zet hier gewoon een workbench neer, fuck it. Ja. Kijk, en nu zie je hoe mooi onze onderkant van onze wereld is. Ja, ik zag het net ook al, maar ik zeg helemaal niks. Hé, hey, Jan. Ja, ja. We maken ook weer een trap. Sticks. 3, 1, 3. Oh ja, met sticks toch allemaal? Ja. Kijk, nu wie hier toch staan met z'n tweeën, Jan. Ja. Vind ik het wel een mooi eind, ten eerste. Wacht. Zo, kijk. Ja, kijk. Top, man. Aito. Hier, mooi, man. Dichtmaken die bende. En dan hebben we onze ondergrondse kamer hier, oh, hé. Yeah! En dan kunnen we ons dirt ook dus weghalen. Ja, dat wou ik dus zeggen. Dat is iets moois voor de volgende aflevering. We kunnen dan ons dirt hier weghalen. En dan kunnen we een heel mooi gebouw maken. Waar we hier dit in kunnen gaan maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je begrijpt. Oké, goed zo. Dat je het begrijpt. Het, snap. Ja. Ja, dat vind ik ook een mooi einde. Ja. Ik ook. Sluit het maar af. Oké. Ik heb mijn huis staan. Wat? Wat? Ik heb de camera uit. Jij zegt sluit maar af. Nee, de opname! Ja, ik heb de opname. Heb ik uitgezet. Nou, dan sluit ik hem wel af. Wat? Ga hem nog... Heb je hem ook uitstaan? Zullen we de volgende beginnen? Ben je er klaar voor? Nee, je moet deze nog afsluiten, want jij hebt hem nog niet uitstaan. Wat is dit voor gigantisch gevaarlijk gat? Sluit hem nou af! Sluit die aflevering nou af! Dat heb ik al lang gedaan, dat zeg ik net! Nee, want je... Mensen... Blijf het kijken. Als je het leuk vond, dan doe het duimpje omhoog. Goed zo. Dat bedoelde je. Ja. Dat wist ik best. Oké, goed zo. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken voor meer. Tot de volgende keer weer. Ja, dat was wel heel erg. Zo snel doe ik dat nooit. Ik ben klaar. Oké, dan zet ik hem ook uit, ja?